Maak jij je ook zorgen over deze coronacrisis? Maak jij je ook zorgen over thema's zoals 5G? Maak jij je ook zorgen of de overheid aan jouw kant staat? Aan mijn kant? Zijn we voorbereid op nog een crisis zoals deze? Wanneer gaan de kinderen weer naar school? Wanneer kunnen we weer naar het werk? Wanneer kan jouw of mijn verjaardag weer worden gevierd? Dat zijn allemaal vragen die me dag in, dag uit bezighouden. Ja, coronacrisis, noem het maar corona. We zitten momenteel wereldwijd in een pandemie. Het leven is werkelijk volledig ontwricht. We worden gevraagd om sociaal afstand te houden van elkaar. En daar gaat bij mij al een klein beetje fout. Wij de mens zijn sociale wezens. We genieten van elkaars aanwezigheid. We hebben elkaars aanwezigheid nodig in heel veel situaties. Zoeken wij de mens elkaar op. En nu worden we ons gevraagd om thuis te blijven. Ons te distancieren van vrienden en familie. Hoe moeilijk is het momenteel als je in het ziekenhuis ligt of in quarantaine, omdat je klachten hebt van wat lijkt op corona? Hoe zwaar zou je het momenteel nu wel niet hebben wanneer je geen toegang hebt tot je kleinkinderen, je kinderen, je zoon of dochter? Of hoe lang heb je je eigen hond niet uitgelaten of je eigen kat gevoerd? Ja mensen, we zitten vandaag in een crisis. Dit zijn tijden die ongekend zijn voor onze generatie, wat het nou betekent om een wereldwijde crisis te hebben. Je kan het eigenlijk vergelijken met de oorlogstoestand, alleen horen we geen raketten en luchtvuur om ons heen, of wapens die afgaan of bommen die worden gedropt. Maar we zitten wel degelijk in dezelfde mindset, in onszelfde lichaam, in onszelfde huis, stad, land, zitten we volledig op slot. Alles is op slot. Aan de ene kant lach ik. Aan de andere kant vind ik het verschrikkelijk. Want jij en ik hebben ongetwijfeld ook wel gedacht, hè, van nou, dit en dat, nou, dat kan niet stil komen te liggen. Dit soort werkzaamheden kunnen we niet tot een week later opschuiven of een maand later of whatever. Het kan niet. Constant wordt om ons heen gezegd, ja, dit kan niet, dit kan niet. Maar kijk, in tijden van crisis wat nu plotseling wel kan en wat niet kan en wat wel prioriteit heeft en geen prioriteit. Staat de overheid aan jouw kant? Staat de overheid aan mijn kant? Wat ik in ieder geval zie, is dat er prioriteit momenteel wordt gegeven aan de volksgezondheid. En wat ik daarmee bedoel, is we hebben een gigantisch groot probleem op onze intensive care afdelingen. Wat mij betreft kan corona en alles wat corona inhoudt, kan letterlijk een stoot krijgen tegen zijn achterkop. Het enige wat me bezighoudt is de capaciteit op onze intensive care. Want uiteindelijk, als het heel slecht gaat met je gezondheid, heb je die intensieve zorg nou eenmaal nodig. En wanneer die bedden niet beschikbaar zijn, hebben we een probleem in dit land. Die social distancing, die respecteer ik daarom ook zoveel mogelijk. Waarom? Omdat ik persoonlijk niet verantwoordelijk wil zijn voor het verspreiden van dit virus. Dus we proberen zo goed mogelijk, ook niet ik ben getraind, hierop in te spelen. Ondertussen proberen we niet ons besef kwijt te raken in dit ding. We zijn geen brainless sheep. We zijn geen schapen zonder hersenen. Want humanity gaat wat mij betreft altijd boven welke ramp dan ook zijn. Ja, natuurlijk moeten we mekaars afstand houden, hè? Dat snap ik.
Maar we kunnen zelf ook goed beoordelen in welke situaties het goed is om daar afstand van te doen. Heb je klachten, juist logisch dat je daar dan geen onnodige risico's op zoekt. Maar we moeten altijd nog steeds wel blijven denken. Want we kunnen niet zomaar toelaten dat een regering of een land zoals Nederland namens ons denkt. Ja, natuurlijk zijn ze belast met het regeren. Natuurlijk hebben ze een bepaalde verantwoordelijkheid naar inwoners van dit land. Maar wij maken uit wat er hier in dit land gebeurt. Jij en ik die dat bepalen. Maar momenteel zitten we in een crisis. Werkelijk een crisis. Jouw kinderen, onze kinderen. Ik maak nu iets mee waarvan ik alleen heb kunnen lezen of kunnen studeren of dingen die ik heb gezien in films. Het lijkt nu letterlijk al die spooktaferelen die we terugzien in films. Lang leven Hollywood. Hoe accuraat die scripts zijn. En letterlijk zien we het nu om ons heen. En wat ik een klein beetje wil beargumenteren, mensen. Wij leven in Nederland. Van alle landen die maatregelen hebben genomen, is Nederland een van de weinigen die deze slimme lockdown heeft ingezet. Wij voelen het nog niet eens zo heftig. Geloof me, we voelen het nog niet eens zo heftig. Ja, heel vervelend dat ik als nummer 10 in de rij bij Albert Heijn 1,5 meter moet wachten tot ik naar binnen kan gaan en een kar in mijn hand kan hebben die net is schoongemaakt. Maar wij voelen het niet zo heftig als andere landen die te maken hebben met de volledige shutdown. Je blijft thuis. Kom je op straat, krijg je sleepslagen. Of ze dreigen je mars. Met een dergelijk iets. We hebben nog steeds die luxe versie. En dat is Nederland eigen. Mensen, wordt wakker. We leven in een van de rijkste landen ter wereld. Nederland heeft ka te maken. En geld te veel. En die kale VOC-mentaliteit, gedrag, bullshit, the strongest will survive, zijn ze nooit kwijtgeraakt. Zijn ze nooit kwijtgeraakt. Dus op dat niveau worden beslissingen genomen van wanneer ik nauwkeurig kijk. Van oké, interessant. Al die landen raken in paniek, doen dit. Bam, 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 bam. Shut down. Nederland heeft iets van... We gaan toch allemaal die corona krijgen. Laten we beter die corona al... Let's get it over with. We zullen achteraf kunnen beoordelen wat het effect is geweest van beslissingen die vandaag de dag door onze regering wordt genomen. De informatie die het RIVM heeft verstrekt. Enzovoort, enzovoort. Ondertussen maak ik me wel een klein beetje zorgen over een ander dingetje wat nu ook heel erg viral gaat. Corona valt samen voor heel veel mensen met de 5G-problematiek en 5G-onduidelijkheid die momenteel er is. Het valt samen. The world is flat. Informatie gaat heel snel van A naar B. Door middel van het internet. Goede bronnen. Journalistieke bronnen van informatie. Zijn steeds verder weg te vinden. Ondertussen kan iedereen een nieuwsbron zijn van informatie. Ik kan zoiets iets inspreken in de kamer, ik gooi het op het internet. Ik ben een bron van informatie geworden. Of het correct is, of het klopt, dat is een tweede. Maar corona gaat samen met 5G. En wat ik daarover wil zeggen, is mensen... Come on, people. Come on, really. Laten we ons niet al te veel druk maken over zaken die ons bed te boven gaan. Vooral wanneer de focus eigenlijk vrij klein en op onszelf zou kunnen zijn. Jezelf, je gezin. Hoeveel mensen zitten momenteel thuis? Maar ik kan me niet voorstellen, zo heb ik het ook al, want mensen houden van dingen uitstellen. Maar je zit thuis. Maar dat werk wat al zoveel weken op je wacht, maanden op je wacht, of misschien zelfs jaren. Haal de kracht op een of andere manier bij elkaar om toch... Datgene te doen wat je al zo lang uitstelt. Gebruik deze gelegenheid om te verbinden met je gezin. Leg je gezin uit. In welke tijd we leven.
Waarom ze nu thuis zitten van school? Want ze kennen niet anders dan we gaan naar school. We gaan naar school. Wat is dit nou? Een ander ding wat ik ook heel spijtig vind om te horen, ik weet niet of jullie het weten, maar dat 0900-8844 nummer voor niet direct schrijnende 112 gevallen wordt overladen momenteel met berichten van huiselijk geweld. Ze hebben het druk, er is een directe toename te zien aan huiselijk geweld momenteel. Mensen kunnen niet eens alleen thuis zijn met zichzelf of met hun gezin. Het eet ze, het vreet op ze. En het uitzicht op verschrikkelijke manieren. Snap je waarom ik me zorgen maak over de tijd waar we in leven? Het moment eigenlijk waar we in leven. Betrekkelijk lijkt het nog allemaal koek en ei. Maar ondertussen gebeurt er onder de radar heel veel waar we als mensheid ons ontzettend druk over moeten maken. Eén ding weet ik zeker is dat de natuur momenteel in bepaalde opzichten het een stukje rustiger heeft. Weer kan herstellen, weer tot rust kan komen. Ik woon in Amsterdam Zuidoost. Het is toch een tijdje geleden wanneer ik voor het laatst een vliegtuig heb horen overkomen. Ben ik de enige die geen vliegtuigen meer hoort? Het enige vliegtuig die ik hoor is die traumahelikopter van het AMC staat in mijn achtertuin. God lieve hemel, de hele avond, de hele dag door hoor je dat ding. Het is ernstig. Dit zijn momenten van meditatie. Dit zijn momenten van bezinning. Dit zijn momenten om tot in jezelf te durven keren en na te denken van wacht even. What if this world will lose his sanity? Wanneer de overheid niet langer meer staat aan de kant van zijn bevolking. Wanneer je buren zich tegen je keren. Wanneer familie zelf niet eens familie meer kan zijn. Wanneer het gaat om ik eerst en dan de rest. Poeh, gaan we dat redden? Is dat een maatschappij waar we in willen leven? In tijden van crisis kunnen we laten zien waar we ons op hebben voorbereid. Kunnen we kwaliteiten aan de dag leggen waar we aan hebben gewerkt. Dat zijn geen eigenschappen die plotseling ontstaan in tijden van crisis. Nee, dat zijn dingen waar je aan hebt gewerkt. Kwaliteiten waar je aan hebt gewerkt. Een goed voorbeeld. Ik heb het laatst geroepen over het belang van spaargeld. Als je van maand tot maand leeft, dan ga je het nu heel erg zwaar hebben. Het is heel vervelend. Maar deze crisis openbaart ook het belang van spaargeld om in ieder geval een tijdje vooruit te komen. Dat niet gelijk je een probleem hebt met het kunnen betalen van je huur of van je hypotheek. Of het kopen van eten. Regeren is vooruitzien. Dit zijn allemaal zaken waar we ons van tevoren mee bezig kunnen houden. Want dit is nu een ramp in de vorm van een virus. Maar er kunnen zoveel andere dingen zich ook plaatsvinden waar we ons echt tegen moeten wapenen. Dus ik zit hier in Final Creator Studios na te denken over dergelijke dingen. Ja, we moeten ons zorgen maken. Maar dit zijn ook momenten van groei, bezinning en vooruit proberen te komen. Vechten als mens om ook hier uit te komen. En dat niet alleen, maar met elkaar. Dit was even een korte boodschap van Find a Creator. Ik zal jullie vragen om dit bericht te delen, mocht je het een interessante boodschap vinden. In ieder geval zal je me kunnen supporten door mijn kanaal te liken en daarop te abonneren. Bedankt voor het kijken. Stay safe. En laat me je nog één ding laten zien. Af en toe kom je iets leuks tegen. Wat staat hier? Ja, ja. Afgesloten in verband met coronavirus. Mensen, tot de volgende keer. Bye bye!